Ik sta hier met Ben van Ooyen en Ben is directeur van Appeltern. En nou ja, we zien prachtige tulpen om ons heen, uit de mooiste bollen. Maar vertel, eigenlijk moeten mensen het meer zien dan op internet kijken. Nou ja, kijk, ze zien het hier ook hè, op Keukenhof. Maar in Appeltern, daar hebben we 200 voorbeeldtuinen. En wat mensen vaak niet snappen is dat ze eigenlijk ook in eigen tuin stukjes Keukenhof zouden kunnen maken. Dat zouden we. En dan moet je ze bij helpen. En dat is wat wij sowieso doen met al die voorbeeldtuinen. Maar ook op bollengebied is er nog heel wat te leren. En ja, wij proberen dat te laten zien, dat het ook niet zo moeilijk is. Want mensen denken dat bloembollen moeilijk zijn en veel werk en dat soort dingen. En is het allemaal niet. Als je maar de goede combinaties maakt. Ja, en die maken jullie voor de mensen. Als mensen zeggen, ik heb zo'n soort tuintje, dan kan Appeltern zeggen, joh, dan zou dit een heel goed plan kunnen zijn. Nou, weet je, wat voor ons geldt natuurlijk dat bollen overblijven, dat ze zo lang mogelijk en elk jaar ook terugkomen. Dus samen met bijvoorbeeld Jup Holland bedenken wij mengsels die passen en die elk jaar terug gaan komen. En dat moeten mensen eigenlijk ook gaan doen. Ja. Want dat is nog beter als ze elke keer nieuwe bollen, want dan worden ze moe. Terwijl als je zeg maar pakketten houdt die overblijven, is dat gewoon beter voor ze. En ja, wij bedenken ze niet, hè, maar ja, bloembollenkwekers zoals Jup Holland heeft genoeg om uit te putten. En die zijn ook zo aan het kijken van waar kunnen we nou de mooiste mengsels in welke omgeving neerzetten. En als mensen naar jullie toe komen, dan hebben ze dus al die tuinen om te kijken. Oh, dit kan en dit kan en dit kan. Dan kunnen ze gewoon kiezen en gaan jullie het dan regelen? Nou ja, in wezen kan dat wel, ja. Want elke tuin is zodanig gekoppeld digitaal dat je ter plekke kunt zien wat er in die tuinen staat aan materialen, aan planten enzovoort. En die is ook gekoppeld aan een website en aan een webshop. Zo kunnen dus in principe gelijk het bollenpakket wat ze zien, kunnen ze online bestellen. Okay. Dus het kan en online, maar het is natuurlijk veel leuker om gewoon langs te komen. Nou, nee, sterker nog, je moet eerst het gevoel hebben, ik wil met bollen ook iets doen. Ja. En dat geldt sowieso met tuin. Hè? Je moet eerst iets met tuin hebben voordat je ook geld aan tuin uit zou moeten gaan geven. Maar we helpen wel iedereen, want onze website bijvoorbeeld, daar komen zo'n 5 miljoen mensen per jaar. En die zijn allemaal op zoek naar ideeën en inspiratie. Ja. En die proberen we allemaal te helpen op een of andere manier. Want eigenlijk zou iedereen wel een tuin moeten hebben, want van een tuin word je vrolijk, word je gelukkig. En hoe meer mensen een goede tuin hebben, hoe beter we er met elkaar allemaal voor komen te staan, denk ik. Ook goed voor de biodiversiteit, voor de bijen, de insecten. Ja, dat is één, dus de duurzaamheid, dat is belangrijk. Ja. Maar ook als persoon, als mens, word je gelukkig van een goede tuin. Van bloemen, zeg ik van altijd. Van bloemen ook, ja, ja. Zeker. Klopt helemaal. Ja. Nee, dus Appeltern in het land van Maas en Waal. Mm-hmm. Daar kun je komen kijken als je het wilt ervaren. Ja, en op internet kun je het bestellen. En ik zie alle voorbeelden die er maar mogelijk zijn. Ja. En dat bollenpakket kan worden geleverd. Maar leveren jullie ook bijvoorbeeld de hovenier om te helpen planten en helpen indelen? We hebben de hovenier gebruikt, ook Appeltern, als een soort proefterrein zou je kunnen zeggen. Er liggen ook voorbeelden van hoveniers die een eigen idee bij ons hebben vormgegeven. Maar heel veel hoveniers sturen hun mensen ook naar Appeltern om eerst ideeën op te doen voor hun tuin. Ja. Zodat ze het daarna kunnen omzetten in ontwerpen enzovoort. Okay. Dus het is eigenlijk een soort, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort park waar je eerst de inspiratie op doet, maar ook vooral leert wat je zelf leuk vindt en niet leuk vindt. Ja. En dan heb je daarna nog een aantal partijen nodig die al die ideeën die je zelf al hebt of wensen die je hebt, gaat omzetten in de praktijk. Dus eerst voelen en ervaren, ja, dan exact. Kiezen, bestellen en dan komt het helemaal goed. Zeker weten. Ja. Dus jullie horen het hè, Appeltern in het land van Maas en Waal. Met de prachtigste bollen van de hele wereld. En kom je een keer kijken? Of nu? Nu je dit allemaal verteld hebt? Nu, jij, kom! Okay. Ja, echt, ja, oh, supergraag, echt waar. Nou, je bent welkom. Ja, leuk. Yes! Niet, hier niet aankomen, ik pluk bij jou wel. La, la, la.